Daar zijn de spelers van de Ajax onder 16 voor hun vierde competitiewedstrijd van het seizoen. Thuis tegen AZ. Maar dat moeten ze doen zonder deze Sky Vink. De spits is geblesseerd aan zijn enkel. Moet toekijken. En dat is een aderlating natuurlijk ook voor de trainer Michel Saldem. Ajax gaat vliegensvlug van start op het eigen veld. Met een goede bal. Hier van Rijssel op de spits. Gessen. Die kan hem eigenlijk binnenlopen, maar komt net te laat. Hij dus op de positie van Vink als spits in deze wedstrijd. Ajax 4 punten uit 3 duels. AZ verrassend genoeg nog puntloos onderaan. Dit is een voorzet van Bierens. Perfect op maat op het hoofd van weer Gessen. Hij de gevaarlijkste man in de openingsfase. Maar nog geen doelpunten. Timo Jansen, de kleinste van het veld, niet de jongste. Mikt hem recht in de handen van de keeper van AZ, Kuisten. En dan kan de ploeg uit Alkmaar doen wat ze het liefst doen hier in Amsterdam. Namelijk counteren. Weg zijn ze met hier de buitenspeler Anthony Smits. En dan is de eerste kans voor de Alkmaarders een doelpunt. Hij zorgt voor 0-1. Goede actie van die flankspeler van AZ. Maar natuurlijk niet al te best verdedigd door Ajax. Want waarom mag hij naar binnen en uithalen? Een rechtspoot op links. En dan moet Ajax in de achtervolging. Ajax dat won van NAC. Verloor op eigen veld van PSV. En gelijk speelde tegen Sparta. Timo Jansen. Rijssel. Zoekt de 1-op-1. En verliest dan het duel. Ajax met veel balbezit. Initiatief komt ook van de thuisploeg. Maar de diepgang naar voren laat nogal eens de wens over. Dit is wel goed. Prima uitgespeeld. En de schietkans is dan voor middenvelder Silvano Vos. Nieuw hoekschop voor de Amsterdammers. Goed ingedraaid. Helemaal vrij daar. De captain Nick Verschuren. Maar die krijgt de bal op zijn schouder. Een van die kansen moet er toch een keer in natuurlijk voor de ploeg van Saldem. Dit is Verschuren weer. Helemaal vrij dan. Gessen van afstand. Scheelt heel weinig. Prima poging van hem. Leg maar even uit daar aan zijn maatje op het middenveld. Olaf Gorter. Af en toe schieten van afstand. Dat is geen gekke gedachte. Daar is die Gessen. 1-op-1. Natuurlijk zijn kracht. Maar dan de redding van Kuisten. AZ dus 0 punten, Ajax 4 punten. Allebei zeer gebaat bij een overwinning. Jansen heeft te veel tijd nodig. Hoekschop nu van Gorter. Daar is weer Verschuren. Ze moeten bij AZ toch weten dat hij de man van de kopballen is. Verschuren, maar de redding is weer goed van Kuisten. En zo is de ruststand op de toekomst 0-1. In het voordeel dus van de ploeg uit Alkmaar. Ajax op jacht. Tweede helft. Daar beginnen ze goed met heel veel ruimte hier voor Vos. Vos neemt dan wat te veel tijd. Krijgt hem wel bij flankspeler Rijssel. Maar zijn inzet te matig. Goede bal op Noah Gessen. Voor het doel staat Rijssel. En uiteindelijk daar ook. Timo Jansen bij de tweede paal. Moeilijke bal. Krijgt hem toch nog richting doel. Dat is al knap. Maar een doelpunt levert het niet op. In de kleine ruimte. Timo Jansen, Rijssel. Rijssel, knappe actie. En ondertussen is die Tristan Kuisten toch de grote held van AZ. Opnieuw. De keeper van AZ, dan het doelpunt, denken we met z'n allen. Maar deze man steekt daar een stokje voor. Buitenspel gezien door hem en dus geen doelpunt van Rijssel. Maar Ajax is beter. Ajax heeft de bal, Ajax creëert kansen. Ajax scoort nog niet. Misschien nu, ruimte via de zijkant. De invaller voor de voeten van Vos. Paas was van Leenbrugge, maar Vos krijgt hem niet binnen. Wordt wel een hoekschop dus voor Ajax. En waar blijft dan dat doelpunt? Dat verdienen ze toch, de Amsterdammers. Weer Verschuren. Derde koppoging van hem. AZ hebben we dan in de tweede helft toch nauwelijks voor het doel gezien van Matteo. Keeper van Ajax.
Misschien nu wel. Jaden Adai. Wordt niet aangepakt. Adai zei net. Zou ze gebeuren bij Ajax? Die tweede om hun oren. Dan zou de wedstrijd afgelopen zijn. Ajax geeft niet op. Vos. Bal opnieuw ingebracht. Nou, trekker een keer overhalen, zou je zeggen. Gessen dan. Handige actie. Buitenkant rechts. Ja, zie die Kuijsten maar te passeren vandaag. Hij, de grote man bij AZ. Timothy Strok, dat zijn aardige bewegingen. Derde is er één te veel, want balverlies. Dat kan wel eens funest worden voor Ajax. Want wat een ruimte bij AZ. De schaar, de redding, de lat en dan toch de 0-2. Ja, het is een eeuwenoude voetbalwet. Dat weten ze bij Ajax ook. Maar AZ maakt hier gewoon de 0-2. Voor de voeten van de spits. Krasniqi zorgt voor 0-2 en daarmee de beslissing in de wedstrijd. Eén schot komt er nog van Gesser, maar daar blijft het bij. Ajax verliest voor de tweede keer dit seizoen. Thuis met 0-2 tegen AZ.